Dan heb ik ook weer een favorietje meegenomen. Als je dit nog nooit hebt geprobeerd, check het zeker. Dit zijn van die herbruikbare. Hoi, want superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op het YouTube kanaal van Action. Mijn naam is Esmee en misschien kennen jullie mij al van mijn eigen kanaal. Of natuurlijk van de video's die ik al eerder heb opgenomen voor Action. Ik heb weer heerlijk geshopt. Ik heb weer een hele tas vol. Voor deze video heb ik 15 artikelen onder de 3 euro geshopt. Hier is het bonnetje, dus ik kan alle prijzen voor jullie opnoemen. Maar ik ga jullie eerst even meenemen naar de winkel. Zoals je weer ziet, er liggen weer heel veel leuke dingen in de winkel. Ook al veel schoolspullen, agenda's. En ik heb ook heel veel leuke decoratiedingetjes. Maar ik heb in totaal 15 artikelen gekocht onder de 3 euro. En ik zal maar eventjes beginnen met mijn favoriet. Want dit zijn namelijk make-up remover pads. En dit zijn van die herbruikbare. Dat is heel duurzaam. Het zit ook in een leuk zakje. Het zijn 10 van deze watjes. Het zijn een soort van microvezeldoekjes. Ik geloof dat je hier gewoon product op kan doen. En dan kan je ze gewoon zo bij je was gooien. En dan ja, kun je ze dus heel vaak opnieuw gebruiken. Ik vind het zelf echt heel erg handig. En je kunt ze dus makkelijk opbergen in dit zakje. Deze kostte 1,99 euro. Ik heb trouwens echt allemaal random dingen gekocht. Ik ben gewoon de winkel doorgelopen. En de dingen die ik zag die onder de 3 euro waren, die nam ik mee. Maar dit had ik wel echt nodig. Dit zijn van die drying mats voor na het afwassen. Wij hebben namelijk geen afwasmachine, dus we doen alles met de hand. Maar ik heb er 2 gekocht. Een grijze en een witte. Ik vond ze best wel mooi. Het zijn dus ook microvezeldoeken. En daar kan je gewoon lekker je afwas opzetten. En dan laten het drogen. Echt mega chill. En ze kosten 1,99 euro per stuk. Oh, dat is echt handig. Dit is hem. En die heb ik dus ook in het wit. Om maar even bij het afwassen en afdrogen te blijven, heb ik een theedoek gekocht. Ik vind die van de Action altijd heel erg leuk. Ik zie ook elke keer weer nieuwe figuurtjes en opdrukjes en zo. Ik heb nu deze uitgekozen. Deze is lichtblauw. En er staan bloempjes op. Heel mooi. Dit is de theedoek en dit is de handdoek die erbij hoort. Hier zit ook een leuk printje op met allemaal veertjes en bloemetjes en zo. De keukendoek kostte 1,59 euro en de theedoek 1,49 euro. Ik heb ook nog allesreiniger gekocht. Dit is echt mijn favoriet van de Action. Wij gebruiken echt super veel van dit merk. Maar dit is een all-purpose cleaner en deze ruikt echt geweldig. En ja, die van ons was weer op, dus ik had een nieuwe nodig. En altijd als ik bij de Action ben, neem ik eigenlijk dit altijd wel mee. Heel fijn, dus als je dit nog nooit hebt geprobeerd, check het zeker een keer. Want het is echt het proberen waard. Hij kost 1,44 euro. Dan heb ik ook weer een favorietje meegenomen. Ik heb deze volgens mij al een keer eerder in een shoplog laten zien. Maar dit zijn geurstokjes. En ik vind de verpakking al heel erg mooi. Maar deze ruikt ook zo ontzettend lekker. Ik zag ook nu dat ze andere geuren hadden. Maar echt, ik hou hier echt van. En hij is ook nog heel erg mooi, omdat die stokjes dus wit zijn. Kijk, dit is de flacon en dit zijn de stokjes die erbij horen. Gewoon echt super mooi. Dit is van bamboe volgens mij. En ik heb nu dus de geur bloem en wood. En ik heb volgens mij ook in de winkel een stukje gefilmd. Daar zie je ook de andere geur. Volgens mij heette die iets van earth en nog iets anders. Maar dit is mijn favoriet, dus ik heb deze meegenomen. Oh ja, dan vond ik dit ook. En hier ben ik echt super blij mee. Ik vind het echt leuk dat Action inspeelt op van die trends. Dit zijn namelijk van die swirl kaarsen. Dus je had ze in echt heel veel verschillende kleuren. Ook in het zwart, volgens mij turquoise. Maar ik heb de lichtroze meegenomen. Maar dit zie je natuurlijk de laatste tijd echt ontzettend veel. En ik vind het echt mega leuk. Super tof dat Action dat nu dus ook verkoopt. Het zijn 3 stuks. Ze hebben een branduur van 6 uur en ze zijn 25 centimeter. En ze kosten 1,49 euro. Echt goedkoop ook. De geurstokjes kosten trouwens 2,99 euro. Net onder de 3 euro. Nou, weer allemaal random dingen. Ik heb ook nog Dreft meegenomen om mee af te wassen. Ik heb veel praktische dingetjes gekocht deze keer. Want ik ging eigenlijk ook heen met de insteek dat ik dingen nodig had. En dat heb ik nu dus ook gekocht. Dus dat is super chill. Maar dit is dus gewoon normale Dreft. Ja, wat kan ik erover vertellen? Ruikt altijd wel lekker. Maakt gewoon goed schoon. En daarvoor is het ook. Deze grote pot kostte 2,29 euro. Aan het begin van de winkel zag ik ook deze washandjes liggen. Dit is van Hotel Royal. Premium quality. Het zijn 3 washandjes. Wij hebben sowieso grijze handdoeken en grijze washandjes. Dus ik vind het altijd wel handig om dan nog een paar mee te nemen. Dit is hoe ze eruit zien. Gewoon heel simpel. Maar volgens mij is het best wel goede kwaliteit. Omdat er hotel op staat. Dus ik ben heel erg benieuwd.
altijd handig om te hebben. Deze kostte 1,79 euro. Echt helemaal niks. Nou, mijn zus is binnenkort jarig. Die wordt, even goed houden. Nee, andersom. 24. En ik zag dat ze van die folieballonnen hadden bij de Action. En ik vond het echt mega leuk. Ze hadden ze ook in het zilver en in nog allemaal verschillende andere kleurtjes. Maar ik vond de gouden wel leuk. En die wil ik dus als ze jarig is hier gaan ophangen in huis. Ze zijn ook echt best wel groot. 86 centimeter. Dus ze zijn lekker opvallend. En ze waren echt super goedkoop. Ik weet nog wel dat ik dit vroeger ergens anders kocht. En dan was ik best wel veel geld kwijt. Maar deze kostte 1,39 euro per stuk. Dus dat is echt mega chill. Er zit dus een folieballon in. En nog zo'n soort van rietje waarmee je hem kunt opblazen. Oh ja, en hier kun je trouwens die kleuren nog zien die ze ook hadden. Maar ik heb gewoon de gouden gekozen. En bij de gouden ballonnen heb ik ook nog gouden vlaggetjes gekocht. Mega cute. Ik weet niet hoeveel er zijn eigenlijk. Oh, hij is 6 meter lang. Nou, dat is echt meer dan genoeg. Ik hoop niet dat ze heel erg gaan afgeven, want het is echt zo'n losse glitter. Als mijn zus jarig is, ga ik dit lekker ophangen. Dan is het overal hier in huis lekker goud. Oh ja, dan zag ik dit bij de verzorgingsproducten liggen. Ik heb dit nog nooit gezien van Dove in de winkel, maar wel dus bij Action. Ik ben echt heel erg benieuwd wat het is. Het is een doucheolie, geloof ik. Ik heb eigenlijk nog helemaal niet geroken. Ik ga open. Nou, hallo. Oeh, ruikt heel lekker. Echt een beetje zo'n spa-geur. Ik hou daar wel van. Maar het is dus een soort van olie. Ik vind het altijd heel erg lekker na het strand. Als je zonnebrand op hebt gehad, dan ben je lekker schoon. En dan doe je nog zo'n olietje over je lichaam heen. Ja, heel chill. Dus dit is een verpakking van 250 milliliter. Ik ben heel erg benieuwd. Nog nooit geprobeerd. Laat even weten in de reactie of je dit al kent. Of als je dit al eerder hebt gebruikt. En dan als allerlaatst weer een van mijn favorieten. Deze video bevat echt veel producten die ik echt veel gebruik. Dus dat is echt fijn. Dit is echt mijn favoriete tandpasta. Dit is de Colgate Max White Luminous Whiter Teeth Allround tandpasta. Deze is echt veel goedkoper bij de Action en ik haal hem eigenlijk ook echt elke keer als ik daar ben. Ik weet nou niet of mijn tanden er echt witter van worden, maar ik vind het gewoon een hele fijne tandpasta. En hij is niet heel erg duur, hij kost 1,49 euro. En de olie, de Dove Body Oil, die kostte 1,99 euro. Ik zie trouwens nu op de achterkant dat het tea tree is. Dus dat wat is dit voor? Regenereert de natuurlijke hydratatie van de huid. Oké, ik ben benieuwd. Maar die kostte dus 1,99 euro. Zo, en dat waren alweer alle 15e items die ik heb gekocht bij de Action onder de 3 euro. Ik was echt niet heel erg veel geld kwijt. Volgens mij 27,90 euro. Ik ben weer mega blij met de items die ik heb geshopt bij de Action. Zoals ik al zei, het waren echt dingetjes die ik nodig had. Hele uiteenlopende dingen, maar ik vind dat zelf altijd wel leuk om te kijken ook in een shopblog. Laat me zeker even weten in de reacties welk item jij van de Action echt nog moet halen. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij een andere video. Doei!